Het is december 1933. In een armoedige wijk in Oost-Manhattan, New York, staat het gemeentelijk weeshuis. Alle kinderen die er wonen zijn wees. Ze hebben geen ouders meer, behalve Annie. Zij is daar al 11 jaar van haar leven. Toen zij 2 maanden oud was, hebben haar ouders haar op de stoep van het weeshuis gelegd. Op een kille ochtend ligt Annie wakker van de kou en haar rammelende maag. Ze pakt een versleten, maar o zo kostbaar briefje uit haar schort. Zorg alsjeblieft goed voor onze kleine schat. Ze heet Annie. We waren de helft van het zilveren lettertje opgedaan. En de andere helft bewaren we zelf. En Annie wordt wakker en zegt dromend. Schatten. Als we Annie dan komen halen later, weet u dat we bij elkaar horen, dat zij ons kind is. Ach, geloof het echt. Doe toch niet zo gemeen, Petra. Stil nou toch, ik wil graag slapen. Oh, die Annie was maar een bochtpot, dat zij een vader en moeder had. Zorgen die verdwijnt, voelt de dag van vandaag weer traag en eenzaam. Ik zou op en in kijken, geluid voor eind. Oh. Dus denk ik vandaag aan morgen, elke dag verandert ooit in morgen. De directrice van het weeshuis. Hou het niet in je hoofd. Kom binnen en brengt wat brood en water.
zijn flink bezig. Tijd om wat te eten. Oh, lekker. Yes. Kokkie, waarom is je Vennigan altijd zo boos? Tja. Jij hebt een donker hart, voelt je vaak verward. Maar dat wil niet zeggen dat alles dat, alles dat, alles dat ook meteen zinloos is. Laat mij in die baan, laat mij in die baan, laat mij in die baan. Laat mij in die baan, laat mij in die baan, laat mij in die baan. Ik voel om me heen dat het beeft, altijd die angst dat het vriend tot het breekt. Maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een gulzig verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die baan, laat mij in die baan, laat mij in die baan. Jij loopt nog niet zo hard, maar een slechte start wil niet altijd zeggen dat alles dan, alles dan, alles dan ook meteen over is. Jullie hebben pauze en krijgen pap. Wat zeggen jullie dan? Goed, juf Hennigan. Bedankt, juf Hennigan. Voelt je vaak verward, maar dat wil niet zeggen dat vaak boos is. Ik denk niet echt dat ze gelukkig is. Maar het is toch niet gelukkig als je vaak boos bent. Jezus zegt dat we vrienden moeten zijn en elkaar moeten helpen. Dat je juist gelukkig wordt als je het geeft aan de ander. Toch proberen aardig tegen haar te zijn, al is het moeilijk. Jezus was zelfs niet gekozen tegen zijn vijanden. Toen zij pijn deed en aan het kruisen, ging hij nog voor ze binnen. En weet het? Vriendelijk, dan vraag je het terug. Wees dankbaar, dan vind je geluk. Dit is weer klets. Ik zal proberen, Kokkie. Maar waarom is alles zo oneerlijk verdeeld? Sommigen zijn rijk en wij hebben niks. Ook al zo'n moeilijke vraag, Petra. Ik weet het niet goed, maar uiteindelijk gaat het niet om wat je hebt, maar om wie je bent en wat je geeft. Van je geld, maar ook van je liefde en van je tijd. Mensen die veel hebben, kunnen veel geven. Mensen die weinig hebben, geven gewoon een beetje. Als je maar deelt. Weet je wat ik zo mooi vind? God houdt in het bijzonder van arme kinderen zoals wij. Dat vertelt het kerstverhaal. God koos een eenvoudig arm meisje uit als moeder voor Jezus. En Jozef was een gewone timmerman. Inderdaad, Molly. Over een week is het kerst. Ik zal zorgen dat we samen een feest gaan vieren.
dat God van jullie houdt, met of zonder juf Henneken. Afgesproken? Afgesproken! Dat er een keurige dame uitstapt. Wie zal dat zijn? Dat zal toch niet haar moeder zijn? Annie loopt achter de dame aan en zwaait even naar haar. De dame stapt het kantoor van juf Henneken in, die zenuwachtig een wijnfles wegmoffelt en dan de deur dicht doet. De jonge knappe vrouw is de assistente van de rijke miljonair Warbuck. Goedemiddag, meneer Warbuck heeft besloten een kind uit te nodigen om een paar nachten te blijven slapen tijdens de kerst. Echt? Waarom? Om het kind een paar fijne dagen te beleven en daarbij
er komt iemand van de krant langs. Dat staat toch mooi? Warbuck op de foto met een zielig arm weeskind. Oh, u mag ze allemaal wel meenemen hoor. Nee hoor, eentje is genoeg. Doe maar een meisje. Ongeveer 1,50 lang. Vrolijk, met sproeten. En rood krullend haar. Doe dan Annie maar. En zo zat Annie even later in de mooie limousine. Later komen ze bij het huis van Warbuck. Nou ja. Geen huis, het is net een paleis. Gladde vloeren, mooie tapijten en een enorme trap. Je had wel 100 weesmeisjes nodig om die te boeken. Een zwembad en een eigen kamer. En Annie krijgt ook nog nieuwe kleren. Die voelt zich wel op haar gemak bij die lezende butler. Alleen die meneer Warbuck, die is rijk. En rijke mensen zijn niet te vertrouwen. Dat kan elke straatjongen je vertellen. Ineens bulde er een stem door de gang. Waar is iedereen? Hier ben ik en hier is de wees waar u hem had gevraagd. Maar dat is geen jongen. Iedereen weet dat een weeskind een jongen is. Stuur haar terug. Tring. Te laat. Daar is de verslaggever al. Maar ik ben een jongen. Prima. U bent zeker net zo'n prullenbak als een Henneke. Denk je ook zo voorbij? Maar de kan Annie verbijsterd aan. Maar dan nog een tijd te lachen. Ach, ze heeft het ook wel lachen. Vertel eens. Oké dan, Annie? Hier is de verslaggever. Goedemiddag. Meisje, ga maar in de schoot zitten bij de Warbuck. Dat vinden mij zo mooi om te zien. Dan maakt de verslaggever een serie foto's van Annie en Warbuck. Best vreemd om zo dichtbij meneer Warbuck te zitten. Maar gelukkig ruikt hij wel lekker. Hij ruikt tenminste niet naar drank. Ga ik aan het werk. Maar u moet ook mee. Ik logeer toch bij u? Maar dat kan niet. Ik moet de president nog bellen. Die kan wel even wachten. Bovendien moet u meer lachen. Dat is gezond. En zo gaan ze toch naar de bioscoop. Annie, Grace en Warbuck. Heel gezellig. Wat kijkt Grace toch lief naar Warbuck. Ze kon wel verliefd zijn, denkt Annie. Maar Warbuck ziet het niet. Hij kijkt juist naar Annie. Zo'n vrolijke meid. Wat brengt ze veel vreugde, denkt hij. Als Annie in bed ligt, denkt ze aan alles. Aan Grace, die verliefd is. Aan meneer Warbuck, die zo weinig lacht. Ze denkt aan het weeshuis en aan Kokkie met haar vriendelijke lach. Dag pa, dan lachen anderen mee. Wees vriendelijk, dan krijg je het terug. Wees dankbaar, dan vind je geluk. Als Kokkie hier eens kon komen. Annie vouwt haar handen. Lieve God. Ik bid voor meneer Warbuck dat hij zal leren lachen.
Ik bid voor de meiden en voor Kokkie dat zij plezier hebben. En ik bid ook voor Jut Henneke dat er licht mag komen in haar hart. Warwick veel werken, als altijd. Maar hij maakt ook tijd voor Annie. Hij brengt haar naar bed en leest verhalen voor. Een paar dagen later roept Warwick Annie bij zich. Annie, ik ben zeer aan je gehecht geraakt. Daarom heb ik Grace op pad gestuurd om wat papieren te regelen. Ik heb een cadeau voor je gekocht. Deze wil ik graag aan je geven. Maar eerst moet ik met je praten, zoals mannen doen. Kijk, ik weet wat armoede is. Ik groeide op in een arm gezin. Mijn ouders stierven toen ik 10 was. Ze hadden geen geld voor medicijnen, vandaar. Toen had ik besloten zelf rijk te worden. En dat is gelukt, al zeg ik het zelf. Nou en op. Maar wat heb je aan een mooie Rolls Royce als je er helemaal alleen in zit? Grace wil wel met hem mee hoor. Kijk, ik heb van alles. Huizen, een boot. Maar verder ben ik helemaal alleen. Snap je dat? Warwick pakt nu een doosje en maakt het open. Er glinst een hangertje met een hartje. Als je dit van me aanneemt, dan maak je mij de gelukkigste man ter wereld. Wilt u die niet liever aan Grace geven? Grace? Maar ik kan Grace toch niet adopteren? Hij lacht erbij. Dat gaat hem de laatste tijd steeds beter af. Adopteren? Ja, ik wil graag dat je mijn dochtertje wordt. Maar dat kan niet, ik heb ouders, ze komen me laten halen. Annie pakt de vervolgende brief en geeft hem aan meneer Warwick. Hij kijkt er stil naar en is duidelijk teleurgesteld. Ik vind hem wel lief hoor, maar het kan gewoon niet. Nee. Tja, oké. Zal ik je ouders voor je gaan zoeken? Grace! Er moet een advertentie komen! En loof 100.000 euro uit voor degene die kan bewijzen dat het de ouders van Annie zijn. Ach nee, wacht daar maar. 50.000 is genoeg in deze crisistijd. En zo klinkt even laatst op de radio. $50.000 voor het stel dat kan bewijzen dat ze de ouders van Annie zijn. In het weeshuis horen de andere weeskinderen op de radio uitzenden. Het gaat over onze Annie. Wauw. Vrolijk zingen ze de kerstliedjes mee die volgen. En wat heb je gedaan? Dit jaar dat voorbij is, nieuwjaar komt eraan. En nu wordt het kerstfeest, ik wens je plezier.
avond verschijnen er een man en een vrouw bij het weeshuis. Ze melden zich bij juf Henningen. Ze zeggen de ouders te zijn van Annie. Ze wonen in Canada en hebben hard gewerkt. Dus nu komen ze hun Annie halen. En dan ineens doet het stel hun pet en pruik af. Antje! Ben jij dit? Ja, juf Henningen valt bijna van haar stoel als ze ziet dat haar broer Haantje is en zijn vriendin Lily. Ja, dat had je niet verwacht, hè, Sussie, dat ik dat was. Als jij ons niet herkent, dan doet niemand dat. Ik heb een plan. Wij doen net alsof we de ouders zijn van Annie en dan delen wij gewoon die beloning. Jij kan ons toch wel helpen om ons te laten lijken op die ouders. Geweldig! Goed idee! En ze beginnen te fluisteren als echte samenzweerders. Boen, 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 boen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen boen. Boen, 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 boen. Het zou je geen dag zijn wat je allemaal met boen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen, vooral is het mogelijk. Ja, ja, ja. Boen, 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 boen. Boen, 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 boen. De volgende dag staan er 248 echtparen op de oprijlaan van het grote huis, allemaal ouders van Annie. Wow, zoveel? Daar moeten mijn ouders wel tussen zitten. Grace praat met de echtparen, maar na een tijdje is iedereen weer weg, want niemand kon de andere helft van het medaillon laten zien. Ze hebben Annie's ouders niet gevonden. Verdrietig gaat Annie die avond naar bed, terwijl de dag zo goed was begonnen. Ze was met Warburg bij president Roosevelt geweest. Annie had de president geholpen te bedenken hoe ze een einde aan armoede konden maken. En Warburg en Roosevelt hadden zelfs gelachen. En Annie bidt: lieve God, wat een vreemde dag. Nu weet ik nog niets van mijn ouders. Overmorgen vieren we kerst, dat Jezus werd geboren. Maria en Jozef waren natuurlijk heel blij met hun kindje. Maria mocht de moeder worden van een bijzonder kind, de Zoon van God. De engelen hadden zelfs gezongen aan de hemel. Zouden haar ouders blij geweest zijn toen zij Annie werd geboren? Of vooral bezorgd en verdrietig, omdat ze niet voor haar konden zorgen? Lieve God, u bent er ook mijn vader. Mijn hemelse vader. Als ik verdrietig ben en als ik dan moet huilen, mag ik dan bij u? Als er een clubje komt waar ik niet bij mag horen, mag ik dan bij u? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij u? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij u? Mag ik dan bij u schuilen? Ik denk dat dat altijd kan. En als ik moet huilen, I'm not afraid to die.
De volgende morgen ontbijten ze met z'n drietjes. Grace had niet gedacht dat er zoveel oneerlijke mensen waren. 248 oplichters. Tja, reageert Warbuck, dat krijg je van die armoede. Daar worden mensen oneerlijk van. Het was nog niet zo'n slecht idee van Roosevelt en Annie om ze werk te geven om geld te kunnen verdienen. Maar Annie heeft nog een beter idee. Wanneer ga je eigenlijk met Grace trouwen? Met Grace trouwen? Ja, straks heeft ze een ander. Ze is mooi, toch? Ja, ze is mooi en lief, maar ze wil nooit met zo'n oude bullebak als ik. Oh, jawel toch? Toch, Grace? Grace knikt blozend. Mooi, geregeld. Ineens staat de butler in de kamer. Er is nog een stel gekomen. Ze beweren dat ze de ouders zijn van Annie. Mag ik ze in de werkkamer laten plaatsnemen? Warbuck en Grace hollen hand in hand naar de werkkamer. En Annie verstopt zich om het stel te bekijken. Zou het echt waar zijn? Dus, u komt voor Annie zeker. Al die tijd gewerkt, gespaard en nu met de beloning. Beloning? Maar beste meneer, daar weten wij helemaal niks van. Wij komen rechtstreeks uit Canada, waar wij een klein boerderijtje hebben. En wij hebben hard genoeg gewerkt om onze lieve dochter nu te kunnen ophalen. Haantje haalt iets uit zijn broekzak. De andere helft van het hangertje. Het past precies. Dus, beste meneer Warbuck, wanneer gaat u nu eigenlijk de beloning uitkeren? Want ja, nu kunnen we uiteindelijk Annie ophalen. We zijn nog steeds vrij arm. Morgen. Morgen krijgt u het. En Annie. Ga maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg leiden. Het is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Ik reik je mijn hand, dus grijp deze kans. Ik bied graag mijn hand aan jou. Aan jou. Ik hoop dat je mijn handen vertrouwt. Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand, laat mij wegwijzen. Het is geen probleem, als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Warbuck begint druk te telefoneren in zijn werkkamer. En Annie gaat naar haar kamer om haar tas in te pakken. Met tranen in haar ogen. Wat een vreemde dag. Ze voelt zich in de war. Ze weet niet wat ze moet denken van die mensen die haar ouders zijn. Hun omhelzing voelde zo onecht. En dan ga ik helemaal naar Canada. Zonder Kokkie en de meiden, zonder Grace en zonder Warbuck.
Ik denk aan wat je voelt. Ik denk aan hoe je lacht. Ik denk aan al die liefde die jij me hebt gegeven. En ook wat jij verwacht. Aan wat je van me denkt. En hoe je voor me leeft. Ik ontwijk je ogen. Als ze mij willen doorgronden, telkens als ze naar me kijken, zorg ik dat ik ze net mis. Als je voor me staat, vlucht ik steeds weer in je armen, zodat ik niet kan verraden wat de waarheid is. Elke dag vertel je mij hoeveel je van me houdt. Hoe fijn je leeft in zekerheid. Hoe jij op mij vertrouwt. Hoe vertel je niet meer rond is. Dat de vogels niet meer vliegen. En de zon niet langer schijnt. Hoe vertel ik jou. Dat het leven dat je leefde en de liefde die je voelde binnenkort verdwijnt. Je raakt me kwijt. Je raakt me kwijt. In de ochtend verschijnt het stel om Annie en de beloning op te halen, als er motorgeron klinkt. Twee grote limousines rijden het pad op. De butler gaat naar de werkkamer. Hier is de president, president Roosevelt. Hij wil graag Annie spreken. Annie, ik moet je droevig nieuws vertellen. Mijn agenten hebben het onderzocht en jouw ouders zijn overleden. Mijn ouders dood? Maar dat kan helemaal niet. Wie zijn dat dan? Oplichters! Nog meer oplichters! Maar het kettinkje dan? Die paste! Toen jouw ouders zijn overleden, zijn al jouw spulletjes naar het weeshuis gebracht. Waar Annie woonde, bij je Fannigan. Ook het kettinkje is toen bij je Fannigan gekomen en die heeft het aan hen moeten geven. En natuurlijk waren er agenten meegekomen met de president. Agenten, grijp ze, die dieven! Nee. Wat stelen jullie in naam van de rest vanwege de oplichting? President, wij danken u zeer voor uw hulp. Graag gedaan. Twee dagen later is het feest. Kerstfeest. Er is muziek en een prachtige kerstboom. En die geniet van al het moois. Eigenlijk is ze blij dat Haantje en Lily niet haar ouders bleken te zijn. Dan gaat weer de bel. Tring! Kokkie en de weeskinderen staan in de deuropening. En die kijkt blij verrast. Hoi, wij mochten hier troonkerstjes vieren. Tuurlijk. Ja, jullie zijn er allemaal nog. Pardon? En een adoptiefeest. En een adoptiefeest. Want ik wil graag je vader worden. Echt? Trouwfeest zeker. Ja, we gaan trouwen. En word jij
Prinsliefs. Wat een feest wordt het, met muziek en lekkers. Er komen allemaal gasten, ook de president komt langs. Op dit prachtige feest wil ik een mededeling geven. Annie, onze ontmoeting heeft veel indruk op mij gemaakt. En daarom heeft de regering besloten dat alle weeskinderen hun schort af mogen doen. Doe ze maar af. Jullie hoeven niet meer te werken en mogen gewoon naar school. En dat geldt voor alle weeskinderen in alle weeshuizen. Hoera! De smileyblad! Warbuk, Grace en Annie samen naar de kerk. Annie is er voor het eerst. Al begrijpt ze niet alles, ze geniet van de vriendelijke woorden, de sfeer en de zang. Mensen die arm waren en niet meetelden. Mensen voor wie je je neus ophaalde. Maar op deze avond werd het ineens licht. Licht in de nacht. Juist bij de herders. Waar engelen zo mooi zongen van Gods liefde voor mensen in het donker. En dat is nog altijd zo. Nog altijd wil Jezus licht brengen. Licht in ieders hart. Tot eens die morgen komt dat alles overal licht zal zijn. Als Jezus terugkomt op de aarde, dan is alle donker verdwenen. Ja.
Als het feest voorbij is, komt Kokkie met wat kinderen afscheid nemen van Annie. Vaak, dan lacht de ander mee. Wees vriendelijk, dan krijg je het terug. Wees dankbaar, dan vind je geluk. Het is de beste. Morgen komt dat alles licht zal zijn. Nu schijnt het nog vaag, maar morgen komt de zon weer op, dus wacht tot morgen. Als ze schijnt, dus denk vandaag. Vandaag aan morgen, elke dag.
Nou, dat was toch geweldig. Ja, toch. Helaas kunnen we nu niet door elkaar even mixen in de zaal. Zo van even met elkaar praten en napraten. Dus ik dacht, als ik nou gewoon eens vraag, wie heeft even een reactie? Even spontaan zo van, het was, weet ik veel, geweldig. Roep even wat. Het was superleuk om een zusje te zien. Goed zo. Oké. Nog een reactie. Kleindochter te zien. Mooi. Goed zo. Nou, we hebben supergoed geoefend, hè. Het was best wel, best wel heel wat liedjes en tekst. Het moest allemaal geleerd worden en de dansen. Maar het resultaat was prachtig, hè. Heel mooi geworden. Iedereen heel erg bedankt. Jullie natuurlijk vooral. Alle kinderen. En tieners. Zeg je? Marieke, die heeft de beamen verzorgd en de muziek, een stukje techniek. Geweldig, Marieke. Marieke Laudero. Aart dus voor het geluid, de microfoon. Heel mooi. Mark Leegwater bedankt, samen met zijn zoon Fabian voor de film. Er komt dus een film en die gaat 24 december in première. Ja. Op YouTube kanaal Harkstede. Dus dan kun je het nog een keer zien. Harkstede TV. Oh, nou, Harkstede TV. Goed zo. Even denken, wat moet ik nou nog zeggen? Als we straks weggaan, dat gaat echt even heel precies. We gaan rijden voor de eerste tribunes en dan de achterste rij, dan de middelste rij. Dat gaat even heel precies. Maar dan geef ik zo wel even weer instructies door de microfoon. En Sarah en Anna die lopen dan voorop naar de hal. Want iedereen mag straks ook even zijn stoel meenemen. Dat scheelt ons die sjouwen. En dat leg ik straks nog wel uit. Dus, maar dat jullie niet zometeen weglopen, want dat moet even gestructureerd. Dat we niet door elkaar heen en elkaar in de buurt en zo. Ja, denk er nog iets. Volgens mij heb ik alles gezegd. Toch? Nou, nog één keer een applaus. Prima. En we gaan nog even zingen. We wish you a Merry Christmas. Ja? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh, wacht even. Muziek. Christmas, we wish you a